Deze zomer gaan wij in Twente bij de studentenhuizen langs. Vandaag zijn we bij huizen Bommelstein en ik sta hier naast Pim. Hoi. En jij kan mij vast een beetje rondleiden hier. Ja, tuurlijk. Kom binnen zou ik zeggen. En we staan hier al in de keuken. Wordt hier überhaupt een beetje gekookt? We gaan er wel... een van onze kernwaarden in het huis is wel dat er goed gegeten wordt. En dat het ook gezellig is aan tafel. Schoonmaakrooster, bestaat daar iets van? Nee, dat hebben we eigenlijk hier niet. Als het hier gewoon vies is, dat mensen eigenlijk het uit zichzelf oppakken om even te gaan schoonmaken. En dat doen we dan ook met z'n allen. Oké. Kunnen we een stukje verder lopen? Ja, tuurlijk. Om het huis een beetje te bekijken. Ja. Hier hangen dan de oprichters. En dit zijn de jongens de zes jongens die dit huis in 1990 hebben opgericht. Hieronder zat toen nog een café. En hierboven zat een bordeel op deze twee verdiepingen. Hier hebben we het dakterras. En wat is dit? Ja, dat is geen alcohol. Nee. Maar er wordt nog wel een beetje gesopen hier. Ja, er wordt veel bier gedronken hier. En je zei hierboven zat vroeger was het een bordeel. Mm-hmm. En is het dat nog steeds een beetje? Of, Iedereen wel veel mensen van ons hebben een vriendin. Het wordt hier wel flink uitgeleefd. Maar ja, dat gebeurt ook wel als je bij een studentenvereniging zit, toch veel uitgaat. Er wordt nog wel eens wat meegenomen. Ja, precies. Ja, dit is de bovenverdieping. Vroeger zat dus hierboven dat bordeel. De kamer waar ik nu zelf in woon. Dat bestaat uit twee delen. En in het ene deel had je dan de ruimte waar de vrouw zich eigenlijk klaarmaakte en opmaakte. En in het andere deel werd dan eigenlijk de daad verricht. Dus dat is wel grappig terug te zien. Dat vertellen we ook altijd als we jongens een rondleiding geven. Binnen ons huis staan wel veel dingen centraal. Studeren en gezelligheid zijn twee goede pijlers. Ja. We hechten er wel waarde aan als iemand gewoon wel goed zijn studie natuurlijk doorloopt. Dus daar wordt wel goed op gelet. Je hebt eigenlijk, als je hier komt wonen, heb je de 10 broertjes bij. En met het hete weer is het nog een beetje uit te houden hier onder dit dak? Nou, dat gaat soms wel lastig, maar daar hebben we altijd wel wat op gevonden. Ja, zoals je ziet hebben we hier wel wat gevonden tegen het hete weer. Ik denk dat dit wel een van de belangrijkste dingen is die we hier binnen het huis hebben. Dat we eigenlijk op ieder moment al met elkaar kunnen relaxen en even kunnen chillen en een biertje kunnen doen.